Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Bazaar Online, de grootste online bazaar van Nederland. Voor al uw meubelen, accessoires, lampen en nog veel meer. Kijk op de website www.bazaaronline.nl. Allah. Mohammed. Rasulullah. Mensen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij weer een nieuwe reactievideo die ik met mijn broeder Hussein wel eens opneem. Dus er zijn weer de nachtelijke uren, geen Ramadan dit keer. Maar we gaan toch wel proberen om weer inshallah een mooie video van te maken. Deze video is van Abdurrahim Green. Hij is een bekeerde moslim. Hij is een Britse bekeerde moslim. Deze video gaat over hoe eigenlijk een bekeerling omgaat met ouders die geen moslim zijn. En vooral als ze bijvoorbeeld gaan sterven of zo. Weet je, hoe ga je daarmee om? En ik had een video van hem gekeken en ik vond dat echt wel heel erg pakkend. Even een korte inleiding over deze video. Abdurrahim Green, zijn vader is natuurlijk geen moslim. En hij had het gevoel dat zijn vader op sterven lag. Hij wilde proberen of hij misschien toch nog da'wa bij zijn vader kon doen. Want hij dacht, ja, hij gaat nu sterven. Wat moet ik doen? Ik wil toch dat hij bekeert of in ieder geval dat hij iets zou proberen. Dus dat is een beetje omdat je een inleiding kan krijgen over deze video. Want dat is best een lange video. Brothers and sisters, never underestimate the power of dua. I just needed the help from Allah subhanahu wa ta'ala and I just asked Allah, please Allah, find me a way to find something to say to my father. And so as he was lying there, I said to him, Dad, I've got something really important to tell you. Are you listening? Now my dad really couldn't speak very much and he just nodded his head. And I said, there's something I have to say. If I don't say it, I'm going to regret it. And then I told him that on the Day of Judgment, a man will come in front of Allah. And this man will have scrolls of evil deeds as far as the eye can see in each direction. And Allah will say to him, you have something that outweighs all of that. And the man will say, what is that, my Lord? And Allah will say to him, you have this piece of paper here, and on it is written a statement that you made. There is no God except Allah, and Muhammad is his messenger. I said, so Dad, this is the key to paradise. What do you think? And he nodded his head. I said, does that mean you want to say those words? And my dad said, yes. Together, he said with me the words, there is no God except Allah, Muhammad is his messenger. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Now, the truth is, brothers and sisters, I was very confused. I was very confused. I should have been really happy and elated. And I was in one way, but in another way, I was really confused because I was almost expecting him to take the Shahada and then that would be his, you know, last breath. But subhanAllah, I left and I was thinking, you know, what if he gets better and he comes home and you know, he doesn't follow up with Islam? And I visited him the next day and he didn't remember, and that's how he was. He would not really remember anything from one day to the next, or even really from one minute to the next. But subhanAllah, that was not the end of it. And the last night I visited him, my father was very distressed, and he would sometimes lie there just going, saying, help, help me, help. And I said, Dad, what do you want me to do? He said, I don't know, I don't know. He said, give me something to do. I said, like what? What do you want? He said, something easy. Give me something easy to do. SubhanAllah, brothers and sisters, when he said that, I remembered the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet said, there is something that is light on the tongue and heavy on the scales. So I said, Dad, if I was you, I would just keep on repeating over and over, there is no God except Allah, Muhammad is his messenger. And he said, yes, that's what I want to do. And we spent half an hour going over and over, there is no God except Allah and Muhammad is his messenger. The next day I left for UK
Then I heard that my father had passed away. La ilaha il Allah. Muhammad Rasulullah. There is no God except Allah. Muhammad is his messenger. حسن خاطي ماما شو ايوه ما شاء الله انا لله وانا اليه راجعون سبحان الله يا مسبراكلوس سبحان الله يا عايز هايز خو خي مسلم سبحان الله هايز مسلم geworden heel zijn leven lang koffer. En de laatste paar uur gewoon shahada ya gewoon islam سبحان الله. Daarvoor bro, je moet nooit iemand onderschatten of nooit neerkijken tegen iemand, bro. Dat is wel eng als je op iemand neerkijkt qua islam of jij bent slecht, dit en dat. Ja, maar Shetan die gaat je ook zo zeg maar, gek maken, hè. Van jij bent beter als de rest. Ja, hè. Ja, tuurlijk. Ze zijn met twee keer om skate bij gaan door laser gebeten. Je denkt zelf, je bent de beste. Zo, je voelt je een sahabi gelijk, tuurlijk, hè. Tuurlijk voel je een sahabi. En dan weet je, die jongens van de buurt denken van, die zijn niks, joh. Gaat Shetan zo met jou spelen. Maar kijk. Eigenlijk... best wel zielig voor heel veel niet-moslims dat wij de islam ook niet aan hen vertellen. Ja, tuurlijk. Hè? Tuurlijk, man. Maar voor deze Abdurrahim Karim, voor hemzelf, wat heeft hij wel een cadeau van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen, dat zijn vader nog de shahada uitspreekt. Oh. Hij kan nou nog dua voor zijn vader doen, hè? Nu hij is gestorven. Want snap je? Hij kan nu gewoon blijven dua voor zijn vader doen. Zeker, klopt. Maar subhanallah, ook heel veel bekeerlingen dan die ouders die sterven op koffer. Dat is erg, broer. Je kan amper dua doen voor jouw vader, voor jouw moeder, voor jou. Ja man. Ja Allah. Zo. Ik zou nu echt niet dood durven gaan. Nee, ik zeg je eerlijk. Oh, je moet kunnen kieren en zo. Maar hoor op boek. Zo. En met dat een beetje maar respect. Ik vind het wel, het lijkt me wel, ik zeg je eerlijk. Ja, sommigen zeggen nee, ik vind niet, ik ben niet bang dood te gaan. Natuurlijk niet. Kijk eens, maar ik zwel het. Zwel het, schrap. Ja. Kijk eens, daar. Pop. Malta. Slapen gek. Oh, wacht wat me. Amin. Ga kijken? Ja, tuurlijk. Allah yaqul ana 'inda husni dhanni 'abdi bi ahsanu dhann billah. Yu'ta yawm al-qiyamah bir rajul fayumar bihi ila an-nar fayasilu ila shafir jahannam fayaltafit fayaqul Allah 'abdi 'abdi ma alladhi alfatak? Limadha altafat? فيقول يا رب يا رب ما هكذا كان ظني بك في الدنيا ما كنت أظن هكذا بك في الدنيا فيقول الله عبدي وماذا كنت تظن بي في الدنيا قال يا رب كنت أظن بك في الدنيا أنك سترحمني قال قد رحمتك قال قد رحمتك خذوا بعبدي إلى الجنة. Ja, altijd van positief uitgaan, hè? Ojojojojojo. Positief blijven. Erko. Ja, lucht. Ja, nu lucht dit. Zo. Ja. Zo, subhanallah. Kijk hoe prachtig. Ja, man. Daarvoor moet je altijd het goede ervan uitgaan. Niet negatief, nee, toch niet. Helemaal niet. We gaan zeg maar rare tijd, geflipte tijd, toch positief blijven denken. Positief blijven denken over Allah, subhanallah. Ja. Weet je wel wat ik enge types vind? Mm. Die zeggen, joh, we gaan toch met z'n allen naar Jahannam. Ja, tuurlijk. Trippers, jongen, dat? Ja, die zijn natuurlijk. Zeg maar, ik ben niet bang of zo. Mm. Zeg maar, realist. Ja. Huh? Kijk, we gaan toch naar het hel met z'n allen, joh. Tuurlijk. Dat vind ik echt een enge uitspraak. Tuurlijk. Ribazina, dit schrap, dit, dat. Iedereen zit in de alsof we naar Jahannam gaan. Praat voor jezelf alsjeblieft. Ja, Allah, die dat zegt, die is slim, hè, zeg maar. Ja. We gaan toch met z'n allen naar de hel, zeg maar. Wat denken jullie wel niet allemaal, joh? Hij heeft het door, zeg maar. Yes. Ik heb het spelletje een beetje door. Klopt. Ga slapen, man. Als je op zo'n bruiloft aan zo'n benauwde tafel zit. Ja. En je zegt dan opeens, iemand zegt dan opeens van, nee, riba is toch haram en zo, weet je wel. Als je bent riba, we gaan allemaal naar Jahannam. Alles is riba in deze tijd. Ken je die? Auto riba. Dit is riba. Hij wil slim doen. Heb je geld op je rekening? Ja, dan heb je ook een riba. En die zeggen,
صاحبي دي اوس حرام صاحبي الله تيرك تيرك اي تيرك دي جار دي زعما فان هاي سنين زعما فان هاي زعما زو ستور زو مانلك هاي زعما فان تخسر فيك خا زو نرجع جهنم زعما فان كايكس اك اك خايف تو سبحان الله بي خكي يهوف برود فانا بي دوفرك خانا جهنم في بلاصه داك يزاخ الله يحفظنا من جهنم وخا الله وزرات فان تفيد ني زعما فان خانا الله ما نرجع جهنم صاحبي صحي هاي زعما نخليك اك فوك ها فروش ان زو aan zo'n triptafel en op een bruiloft kom. Ja. Ik kan me nog herinneren alsof ik aan een tafel ging over, ging over rente. Ging die zeg maar alles helemaal ontleden. Ja. Je hebt huurhuis. Ja. Ja. Die woningcorporatie die jou die huis verhuurt. Doet ook riba. Dan moet je hem zeggen, schot jongen, je hebt gelijk. We weten, ze zitten tot hun nek in de riba. En dan willen ze niet. Hij weet veel anders geloof. Als hij het nog gaat toegeven aan het haram is ook. Dan is het helemaal in de riba. Dus dan kun je maar beter zeggen dat degene die niet riba doen, ook in de riba zitten. Mooi idee mee. Maar die woningcorporatie die jou die huis verhuurt, van wie heeft hij die huis gekocht? Die heeft ook riba gekocht. Dat is ook in de riba systeem. Dan krijg ik echt die oude moesie. Zo. Ah, dat ik echt denk van, oei, ja. En die bank die van de woningcorporatie die huis van jou heeft gekocht, ja, die ja. eerste, ja, die heeft toch ook riba gedaan? Zit jij ook in riba? Trip jongen die. Zeg maar, gaat die, zeg maar, echt, zeg maar, topslim. Waar maak je druk op? Ga riba eten, ga doen wat je wil. Nee, het moet halal worden voor hem. Zoals die mannetje. Oh. Hij zegt 100 en iemand zegt haram, eentje zegt halal. Dat was pas een verkeer. Verkeer, sahbi. Mene, kijk maar. Bij mijn kelim. Al-ilm. Wat andere munafiq. Al-ilm. Jahla, sahbi. Al-ilm. Ay, dat is Saoudi. Naam is Sint. Heb je nog een leuke video, Hussein? Ik heb nog eentje. Ja, waarom? Deze is echt goed, man. Laat zien. Wacht even kijken. المرة شفت واحد البنت وعجباني وبغيتها بزاف وباغي نخطبها وقبل ما نخطب مشيت سولت عليها شي وحدين ومنين سولتهم قالوا لي هذيك راه ما مربياش ما مزياناش ماشي بنت دارهم ديما مع الدراري وبزاف ديال الهضره اللي ما مزياناش وانا راجع في الطريق وبقى فيا الحال كنتمشى حتى تلاقيت مع واحد الراجل كبير شافني الراجل انني غادي مقلق وقفني وانا تيسولني قال لي مالك قلت ليه البنت اللي بغيتها قالوا لي راه ما مزياناش وما مربياش وهكذا 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 قال لي صافي ما يبقاش فيك الحال انت باينه فيك ولد الناس وراجل انا غنعطيك بنتي ولكن قبل سير سول عليها حتى هي واجي مرحبا بك وفعلا داكشي اللي درت مشيت سولت عليها حتى هي قالوا لي نفس الهضره منين رجعت عنده قال لي نضره قلت لي راه بنتك قالوا لي نفس الهضره ديال ديك الدريه اللي بغيت شد لي في يدي قال لي يلا معايا للدار مشيت معاه دخلت للدار بانت لي غير مرته وانا ندور عنده قال لي شوف اولدي انا عايش غير انا ومراتي وحنا ما كنولدوش ديك الساعه تصدمت هو يقول لي ما عمرك تيق شي حاجه سمعتيها وانت ما شفتيهاش بعينيك حيت كاينين شي وحدين كيخسروا السمعه ديال الشخص بلا سبب كنتمنى ان الفكره وصلت gewoon bekken over mensen als je iets niet weet. Subhanallah, zag je maar hoor die of niet? Wat? Ja. Gewoon subhanallah. Sowieso afkraken. Afkraken. Maak niet uit. Dochter. Ja, gewoon afmaken. Afmaken, Saab. Buurman heeft geen dochter. Iemand vraagt hoe is die buurman? Afkraken. Kan niet. Hoe is die dochter van de buurman? Ja, zij is echt een moslim, maar zij is dit. Tuurlijk, ja, Saab. Maar je mag wel vragen, toch? Als je... Ja, tuurlijk, vragen mag wel. Ja, maar vraag mensen een beetje met moskee mensen. Ja. Niet mensen van de buurt. Naar koffieshop vragen of niet? Hè? Vraag een beetje. Vraag mensen een beetje die weet je zich zeer goed. Ja, persoon. Ja. Niet, je gaat toch niet Jan en Alleman vragen? Ja. Hoe is zij? Maar als iemand aan jou zou vragen, zou je eerlijk zeggen of niet? Ja, tuurlijk. Ook slecht? Ja, dat is een goeie man. Hè? Ik weet niet, kijk, weet je wat het is? Verleden kan je, weet je, als zij echt gewoon spijt van haar verleden. Nee, maar ik denk het niet. Bekhouden gewoon? Ja, tuurlijk. Wat zou je zeggen dan? Nee, ik zou sowieso niks zeggen, man. Huh? Als ik weet, bijvoorbeeld iemand komt naar mij toe van Hussein, ja, kijk die meid of zo. Meisje, ja. En ik weet, zij is niet zo'n echt goede zuster of zo, ja. Ik weet niet. Ik weet niet, man, bro. Allah. Weet je wat is met deze tijd? Wat? Hussein heeft gezegd. Arruin, Nee. Stel een vriend van jou die gaat om een hand vragen. Ja, en die meisje komt naar mij toe en zegt, Hussein, die vriend van jou is het wat? Ja. Jawel. Wat ga je dan zeggen? Ja, dan zeg ik het wel, tuurlijk. Nee, als ik echt weet van, weet je, hij is echt geen goed persoon of iets. Ja. Ik weet het, man. Wallahi, deze kan is ook moeilijk, man. Ik weet het echt niet, man. Wallah, soms denk ik wat ik zeg, maar soms, ik weet het echt niet, man. Deze is ook moeilijk. Kan deze ook zelf? Abbele, Hussein heeft dit gezegd. Nee, waarom? Ik heb niks gezegd. Wat jij? Zou je eerlijk zeggen? Huh? Zou je eerlijk zeggen? Heel mensen echt dichtbij? Ja. Die misschien wel, maar niet zomaar vreemden. Ja. Maar wat ga je zeggen dan, bro? Maar sommigen heb ik gehoord gewoon dat...
dat sommige boys die gaan dan horen ze een mattie of zo, die gaat trouwen met een meisje. Ja. En dan gaan ze voor de bruiloft gaan ze alsnog tegen die mattie zeggen, hey, ik weet dit en dit en dit over haar. Dat is helemaal een trip. Weet je wat is? Wat? Dit soort types. Wat? Haar uitkering. Hij is 36, 37. Hij heeft geen auto. Hij heeft ook nog nooit ingeschreven voor woning. Nooit. Dus iedereen had toen hij 18 was ingeschreven. Hij deed niet. Hij is 20 jaar te laat. Ik ken die types. Wat mij dat klopt. En dat soort types zijn 38. Hij gaat dan inschrijven. Krijg je 20 punten. Want hij heeft elk jaar 1 punt. Ja, maar mevrouw, ik ben 38. Ik moet huis hebben. Ik leef toch bij mijn moeder en mijn vader. Ja. Oh. Nee, dat zijn dat soort types wat je... Ja, die, als dan iemand op raad kon vragen, die maken ze af. Nee, die maken ze af. Ja, dag. Mensen, Hussein is ook een YouTube-kanaal begonnen. Hij maakt ook hele leuke filmpjes. Ook gewoon leuke van alles en nog wat. Alles en nog wat. Abonneer ook gewoon op zijn kanaal. Hussein Anous. Ja, gewoon Hussein Anous en dan zie je het vanzelf. Dus Hussein Anous. Anous en dan zie je het vanzelf. Oké, okay, sorry. Gewoon dus leuke video's maken, inshallah. Een beetje islamitische filmpjes. Een beetje lachen, een beetje dit. Dus abonneer ook op zijn kanaal, inshallah. Inshallah, en zeker. En dan kunnen we ook van zijn kanaal genieten. Ja, zeker, hè. Tot de volgende video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey mensen, abonneer ons. Ik ga het gaan doen.